Zo, we zijn aangekomen bij Carpetram XXL in Zevenaar. Het ziet er ontzettend mooi uit. Het is een kleine put van kleine 4 hectare. En best wel wat activiteit al gespot zo in de eerste 5 minuten. Er zitten een aantal mooie vissen, ze zitten tot 25 kilo. Dus we gaan deze week eens kijken wat we kunnen vangen. Ik heb echt zin in. Ga erop. Sessie op Carpetram XXL is een feit. Het is een super mooie beschutte spiegel, bijna rijen. Dus super blij met deze vis. Milan, heb je een mooie vis gevangen? Jazeker. En waar heb je hem opgevangen? Op de Chiliwachter. Goed zo. Mooie vis. Zo, Milan. Vis nummer 2. Jazeker. Milan. En waar is hij op gevangen? De Chiliwachter. Again. Ja, ze houden er echt van. Thank you.
afgelopen week hadden wij een midweekje op Carpentram XXL in Zevenaar. Het is een prachtig watertje van ongeveer 2 hectare, boordevol uitdagingen. We hebben een groter stuk en een smaller stuk. En er zitten hier ongeveer 250 karpers op. Waaronder ook een graskarper, een aantal koois. En tevens zitten er een aantal steuren op. Nou, gelukkig hebben wij de steuren maar 2 keer weten te haken. Gelukkig. Ik was er blij mee. En eigenlijk is het wel een watertje boordevol uitdaging. Je bent wel verplicht om met de boot te zijn, of te hebben. Tevens ook de muren hier zo. Want er zitten veel waterplanten en de vissen die duiken daar direct in. Dus het is wel te adviseren om ze op te halen met de boot. Voor de rest heeft het water 3 stekken. Stek 1 is voorzien van een chaletje. Waar genoeg ruimte is om met 3 stretchers in te liggen. Voor de rest heeft het huisje een koelkast, een televisie, een gasplaat. Potten en pannen zijn aanwezig. Het heeft een mooie veranda aan de voorkant. Waar je zomer en winter kunt zitten. In de winter natuurlijk eventueel met een kacheltje erbij. Achter het huisje staat een dixie. Die is erg netjes. Wordt elke week schoongemaakt. Dus dat was echt top. Nog geen 5 minuten lopen hier vandaan is een douche aanwezig. Dus als je hier een week blijft, dan kun je ook nog lekker gaan douchen. Het warm water is belangrijk. Voor de rest kun je op elke stek... heb je een boot nodig, zoals Dave net al zei. Die kun je dus huren bij de eigenaar. Geef het even aan als je hier naartoe komt en je hebt zelf geen boot. Stek 2 is een bifi stek. Dus daar zul je het eigen tent mee moeten nemen. Op stek 3, achter in het smalle stuk, daar staat een klein chaletje waar je wel met 2 stretchers in kunt. En daar staat ook een koektent bij. Dus eventueel zou je daar ook nog in kunnen gaan liggen. Voor de rest... was het voor ons een mooie week. We hebben 10 vissen gevangen. Het waren niet de zwaarste helaas, maar ja, je hebt het niet voor het uitkiezen. We waren hier deze week met Milan en ook Milan heeft deze week goed de best gedaan. Jazeker, ik heb 3 mooie vissen mogen vangen. Daar ben ik heel erg blij mee. En zelf afgedrild, dus ja. Milan die is lekker bezig geweest. Ik moet wel zeggen dat chiliwafter hier wel favoriet was van Holland Baits. He, jouw vissen kwamen ook allemaal daar vandaan. Ja, allemaal van de chili. Ja, er was een chili lover hier. Ja, voor de rest hebben we wat hennep gebruikt. En dat werkt eigenlijk goed. Er zitten veel kale plekken tussen de waterplanten. En dat is eigenlijk wel ideaal om tussen te vissen. Hier en daar een zandplaak. Dat is eigenlijk al onze tactiek geweest om de vissen te strikken. Dag 1 die, was nog voornamelijk zoeken tussen de waterplanten. Het water is al kraakhelder, dus je hebt eigenlijk veel gevonden. Er is hier ook een waterkijker aanwezig, dus ja, het is zo gevarieerd tussen de 2 tot 4 meter diepte. En je kan op sommige stukken van 2,5 meter op de bodem kijken. Als je goed oplet, zeker langs de kanten in deze periode zagen wij ze voorbij trekken. En dat was al een heel mooi schouwspel. Ja, voor ons was het echt een top midweek. Wij hebben ontzettend genoten. Om hier als gezinnetje aan de waterkant te zijn. Het is zeker de moeite waard om dus met je familie of met je gezin hierheen te komen. Je kunt hier echt een ontzettend mooie week beleven. Ga zeker een kijkje nemen op anglingescapes.nl voor meer informatie. Wij komen nog wel een keertje terug. Jazeker.